Wat fijn dat wij vandaag hier in ons lieve Heer op zolder weer met u verbonden mogen zijn. We vieren deze dagen Pasen en dat kunnen we niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. Pasen, wat misschien dit jaar nog meer dan anders in het teken staat van verbondenheid. En ik hoop dat wij op deze manier een beetje met u verbonden zijn. En u met ons. Na een kort gebed lezen we het evangelie van Johannes over Pasen. Dan houden we een korte preek en weer een gebed. En met de zegen sluiten we deze paasviering af. Laten we bidden. God, gij hebt ons zo gemaakt dat wij met hart en ziel met elkaar verbonden mogen zijn. En wij bidden u, bewaar ons in die genade. Maak ons trouw aan elkaar. En leer ons dankbaar en verrukt erkennen dat alles goed is wat gij gedaan hebt. Amen. Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En toen zag hij dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zeiden: ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? En Maria dacht dat het de tuinman was en zei: als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tot haar: Maria. Ze draaide zich om en zei: Rabboni. Dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Tot zover deze lezing.
Sinds mensenheugenis vieren mensen feest op de hoogte en op de dieptepunten van hun leven. Bijvoorbeeld om gezamenlijk de geboortedag, maar ook de sterfdag van hun dierbaren te gedenken. De dagen die gedenkwaardig zijn en gedenkwaardig blijven. Waarop we de komst of het verlies van deze dierbaren herinneren. En zo de hoogte en de dieptepunten van het leven met elkaar verbinden. Anders gezegd, de continuïteit, de voortgang van het leven vieren. En wij zijn de eerste niet. Zouden daarom duizenden jaren geleden rituelen en feestdagen niet zo ontstaan zijn? Sluiten de feesten van Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren niet naadloos aan op de seizoenen of de cycli van ons leven? De gedenkwaardige dagen, die feesten waarop we de hoogte- en de dieptepunten van ons leven vieren. Geboorte, lijden, loslaten, dood en in de kracht van de geest gedenken, herinneren, verder gaan. Het hoogfeest van Pasen dat wij deze dagen vieren, maakt deel uit van deze cycli van feesten. En niet alleen omdat we na het lijden en de dood van Jezus het feest van zijn verrijzenis vieren, een nieuw begin van leven, maar ook omdat we vieren dat het leven sterker is dan de dood, het licht sterker dan de duisternis en het heil sterker dan alle onheil. We vieren de continuïteit van het leven dat God met ons begonnen is en voort zal zetten. En zo de verbondenheid van lijden, dood, verrijzenis en de verheerlijking van Jezus vieren. En daar worden zelfs 50 dagen voor uitgetrokken. Om tot dat inzicht te komen, om te groeien in geloof. Om de groei van ons vertrouwen daarin de tijd te geven. Want niet alleen de eerstelingen, maar ook de latere leerlingen, misschien wij ook, er de tijd voor nodig hebben. En omdat dat gebeuren van Pasen verrijzen is, pas langzaam aan tot ons doordringt. Maria van Magdala in ieder geval begrijpt er op paasmorgen nog helemaal niets van. Wanhopig en tot driemaal toe vraagt ze, waar is Jezus gebleven? En we zouden dat nog beter uit de tekst van de Matthäus-passie moeten horen. De alt in de Matthäus-passie, Maria van Magdala. Ach, nu is mijn Jezus weg. Ach, nu is mijn Jezus heen. En het koor zingt dan, waar is toch je vriend heen gegaan, o mooiste onder de vrouwen? En dan zegt zij, dan zingt zij, is het mogelijk? Zie ik het wel goed? En dan zingt het koor, waar is je vriend naartoe gegaan? En dan zingt zij, ach, mijn lam in tijgerklauwen. Ach, waar is mijn Jezus heen gegaan? Ach, wo is mijn Jezus heen? En het koor, zo willen we met dir in zoeken. Wij willen hem met jou wel gaan zoeken. En dan zingt zij, ach, wat moet ik tegen mijn ziel zeggen, als die mij angstig zal vragen, ach, waar is mijn Jezus gebleven? Kortom, Maria van Magdala staat hier in verbijstering. Ze is haar geliefde kwijt. Waar is hij? En ze vindt hem niet. Totdat de verlorene toch bleef onverloren. Hij zelf vindt haar in de duisternis van de vroege paasmorgen.
waren haar ogen nog versluierd. Ze zocht hem, maar ze vond hem niet. En ze wil maar één ding weten. En tot driemaal toe vraagt ze waar ze hem hebben neergelegd. En als zij zo wenend op zoek is, staat hij achter haar. Maar ze herkent hem niet. Ach, het is de tuinman maar. Wat moet ik daarmee? En dan geleidelijk aan gaan haar ogen open. Maar niet alleen door de inspanningen, haar krampachtig zoeken, maar ze werd gevonden. Ziet ze hem. Maar dan verhindert hij haar hem vast te houden. Blijf je niet vasthouden aan mij, zegt hij. In het Latijn noli me tange. En schilders als Fra Angelico, Michelangelo, Rembrandt, Dürer of Titiaan, ze hebben het allemaal uitgebeeld. Kunnen het beter dan de hoogst gedreven redenvoeringen laten weten en de ziel raken. Blijf je niet vasthouden aan mij, zegt Jezus. Kortom, om te zeggen dat die verbondenheid van hem met haar, die verbondenheid van hem met de mensen niet afhankelijk is van zijn fysieke, zijn vleeselijke, zijn historische aanwezigheid hier. Maar dat hij misschien innerlijk nog meer verbonden is dan daarvoor. Dat hij nog meer met haar, met ons verbonden is en verbonden blijft. En dat is misschien wel meer dan anderhalve meter afstand. Maar dat verhindert niet om innerlijk verbonden te blijven. En sociaal verbonden te blijven met mensen dichtbij, ver weg. Met mensen op hun hoogte of hun dieptepunten. Jezus zegt tot haar, wend je tot mijn leerlingen. Daar zul je mij vinden. Wend je tot mijn heerling, tot mijn leerlingen. En daar is het helemaal begonnen. Nadat Jezus als de eerste onder de mensen het graf heeft verlaten en verrezen is, is het nu aan haar om het graf, de begraafplaats te verlaten en vernieuwd, bevrijd, opgewekt te verrijzen tot een nieuw begin van leven. En ook aan ons, om ons bevrijd, vernieuwd, opgewekt te verrijzen tot nieuw leven. En ons in staat stelt ons te wenden tot het leven, tot anderen met wie wij ons betrokken voelen. Niet omkijken, maar vooruit. Kijken naar elkaar. Elkaar vasthouden in sociale en innerlijke bewogenheid. En zo laat hij zich vinden na Pasen. Daarom willen wij dat met Pasen vieren. De verbondenheid van hem met ons, van ons met elkaar. Daar herinneren wij elkaar aan deze dag. Herdenken, doorvertellen op de hoogte en de dieptepunten van ons leven. Om op zijn manier ons leven voor te zetten. Vandaag, alle dagen van ons leven, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons bidden. God, wij hebben uw Zoon, Jezus Christus, niet met eigen ogen gezien. En onze handen hebben zijn lichaam niet aangeraakt. Maar toch proberen wij in hem te geloven. En wij bidden u dat u ons toe wil rusten met uw kracht. Zend ons uw Heilige Geest, die ons tot het volle leven zal brengen. Nu reeds, in dit leven en tot in eeuwigheid. Amen. Aan het einde van deze paasviering zetten wij
ons leven voort. Alleen, met elkaar en toch verbonden. En zegen ons daartoe, onze God. Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En namens allen hier in ons lieve Heer op zolder, een zalig, een vrolijk en een gelukkig Pasen.